De doodsoorzaak van Mark de Bonte blijft onduidelijk. Het rechercheonderzoek is afgerond en er is geen oorzaak gevonden. Dat laat de politie weten. Het lichaam van Mark de Bonte werd eind november vorig jaar gevonden in het Wilhelminakanaal in Oorschot. Hij was toen al zo'n drie weken vermist. Er waren geen enkele aanwijzingen die aanknopingspunten konden geven voor de vermissing. Grootschalig onderzoek leverde niets op en ook de sectie en het toxicologisch onderzoek geven nu geen uitsluitsel. Mark de Bonte was onderweg vanuit een vriend in Turnhout naar zijn vriendin in Best, maar daar is hij nooit aangekomen.